Ik ben een echte Groninger en zo voel ik me ook. Ik voel me hier prima thuis. En het boerenleven is me ook met de paplepel ingegoten. We doen mee aan het rietslotenproject van Wierdendijk. Vroeger maaiden we het riet omdat onze ouders leerden ons dat zo. De sloten werden geklepeld aan de wallen en daarna werd dat gehekkeld, zeg maar. Het riet kwam netjes aan de slootwal te liggen. We hoorden een sloot schoon te maken vanwege de afwatering. En dat is natuurlijk nog steeds heel erg essentieel. En dat moet je ook vooral doen als je denkt dat het nodig is. Maar het hoeft niet beslist elk jaar. Die ervaring hebben we nu al wel. He? Vroeger was de algemene stelregel dat de sloten schoon moesten zijn, zodat het water onbelemmerd af kon stromen. Daar zijn we wat genuanceerder over gaan denken. Omdat duidelijk werd dat riet in sloten een functie heeft in de natuur. En is ook gebleken dat het toch minder belemmerend is dan dat we vroeger met elkaar dachten. Hoe wij het slootonderhoud momenteel doen is meestal in overleg met de buren. We kijken naar de gewassen die het komend jaar geteeld worden. Als het kan laten we het riet staan. En als het natter wordt op het land, dan maken we de sloot ook gewoon schoon. Als je samen met je buurman erover eens bent dat een gezamenlijke sloot wel op een andere manier onderhouden kan worden, dan kun je dat aanvragen bij het waterschap via de website. Voor ons scheelt het duizenden euro's aan schoonmaken en onderhoud van de sloten. Ik dacht dat ik ongeveer zo'n 5 kilometer sloot heb. Als je dat een keer de oppervlakte doet, dan heb je gigantische oppervlakte aan natuur. Nou ja, ik wil gewoon landbouwkundig niet op achteruit gaan, maar je ziet gewoon geen verschillen. En dan vind ik het juist heel erg leuk om te zien dat je de natuur helpt. Uit onderzoek blijkt dat in Oudriet veel meer nachtvlinders zitten. En onder andere ook 6 keer zoveel broedvogels, zoals de blauwborst. Als je dan zomers aan het maaien bent en je ziet de vogels voor je uitgaan, dat is gewoon prachtig. Daar geniet ik zelf ook weer enorm van. Er zijn ook aanwijzingen dat het riet het water zuivert. Dus we denken vaak aan buitenlandse bossen of de natuur daar. Maar hier begint het net zo goed en dat is eigenlijk een fantastisch gebied om te wonen. Als je je riet in de sloten wilt laten staan, dan kun je naar de website van het waterschap gaan en kun je aanvragen om een ander beheer op die sloten te mogen voeren. Het is eigenlijk gewoon een meldingsplicht en dan weet het waterschap van deze boeren doen mee aan het project en dan bij het schouwen houden ze daar rekening mee. Als je meedoet met dit project ben je ontzettend flexibel. Je hoeft de sloten niet schoon te maken, maar je mag het wel. Dus vrijheid, blijheid en dat is eigenlijk wat je eigenlijk ook wel graag wilt.